nog één keer bekijken. Nog één keer de kamers bekijken. Lukraak lades opentrekken, stof van lijsten blazen. Verbanden zoeken, gezichten op klassenfoto's. Dat je als kind eens bijna verdronk en of dat iets te maken heeft met jouw afkeer van vaatwasmachines. Nog één keer kijken naar je borst, naar het rijzen en dalen. Zien hoe je ademt. Teruggaan naar die dag in het bos waarop je me leerde het mes te hanteren en wat initialen waren. Dat ik jou iets vroeg, jij eerst zweeg en toen je handen bewoog, alsof je een vogel bevrijdde. Weten wat blijft. De lades, de foto's, de bast van de berk, onze namen. Het maanvormig litteken op mijn knokkel dat met de jaren vervaagde, maar dat nog steeds zeurt wanneer ik ergens aanklop. Je ademt, je ademt nog, je adem voedt nog steeds de bloemen op de ramen. In het donker is het bed een ijsvlakte en met het sonarritme van een onderzeeër klinkt het piepen van de hartbewaking. Zover we kijken kunnen water. Zeeleeuwen trokken vannacht in ijsgangen over je lakens op weg naar hun wakker om adem te halen. Wat trillen hun snorharen vreemd, zei je. En wat is het ijs blauw. Niet bang zijn, nu niet omkijken, niet naar het eeuwenoud blauw, de ijsbeerwelp onder het bed, de bloemen op de ramen. Niets heeft nog met jou te maken. Het bed, de onderzeeër, dit doffe kraken. Hoor je dat? Hoor je dat? Hoor je hoe diep in het donkere water een walvis neuriet? In deze woordnacht rondom het thema De terugkeer van de wolf praat ik over deze bundel Waar we dieren met de dichter Dorien Dijkhuis. Hi Hans. Hi, welkom Dorien. Waar de dieren is jouw debuut als dichter. Hij kwam vorig jaar uit, vlak voor corona, in februari 2020 bij Nieuw Amsterdam. Dat lijkt me frustrerend, want je was waarschijnlijk startklaar om die bundel te gaan presenteren. Ja. Heb je überhaupt zeg maar, dat nog gedaan? Ja, nou, de tweede druk kwam uit in februari 2020. Ah, okay. Maar eind november 2019 kwam die uit. En ik had gelukkig nog een mooie presentatie. Natuurlijk, toen was alles nog open. Mm-hmm. Maar ik heb inderdaad heel weinig opgetreden. Ik had veel optredens staan die vanaf februari natuurlijk allemaal zijn gecanceld. Ja. Dus dat was jammer. Ja, hij heeft wel veel aandacht gekregen, viel mij op. Dus niet elke dichtbundel die uitkomt, wordt ook per definitie maar gerecenseerd. Dat is wel gebeurd bij jou. En hij is wat dat betreft goed. Goed terechtgekomen, zou je kunnen zeggen. Had je dat verwacht? Wel gehoopt natuurlijk. Ja. Gehoopt, ja. Verwacht, ja. Want ik wist niet zo goed wat ik ervan kon verwachten eigenlijk. Het is doodeng om zo'n boek de wereld in te sturen. Ja. Maar ja, nee, het is natuurlijk mooi dat, dat mensen er überhaupt iets over willen zeggen of willen schrijven. Dus ik was er heel blij mee. Wat verwachtingen betreft, Ik had hem gelezen, ik had hem nu herlezen en ik las een recensie van Jochem Zijlstra in het Nederlands Dagblad, was dat, ja. Waarin hij beschreef hoe hij de bundel had ervaren bij eerste en tweede lezing. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik daar heel veel van herkende. Hij schrijft daarin dat hij bij de eerste lezing dacht, het is een mooie bundel, maar hij maakt niet meteen een grote indruk op mij.
En het taalgebruik is niet heel opvallend. De vorm is niet bijzonder opvallend. Het is mooi, maar nou, dat was een beetje zijn ervaring ermee. En eerlijk gezegd was dat ook mijn ervaring. Toen hij de bundel herlas, en dat gebeurde bij mij ook, gebeurde er iets heel anders. Toen vielen dingen pas op hun plek, kregen de gedichten een werking, kregen de gedichten een werking binnen de hele bundel. Dus ook de afdelingen zelf gingen werken met elkaar. Het werd een heel associatieve bundel voor mij, met heel veel rijkdom en verbindingsmogelijkheid. En ik vroeg me af of je dat vaker hebt gehoord. Nou, toen ik die recensie las, dat was eigenlijk de eerste keer dat ik het hoorde. En ik was ook heel blij dat hij schreef, ja, ik ben blij dat ik die bundel nog eens gepakt heb. En hij zegt geloof ik ook iets van, ja, dit is poëzie die het verdient om langzaam te lezen. Klopt, ik denk dat alle poëzie het verdient om langzaam gelezen te worden. Ja. Ik was heel blij met die bespreking. En op zich, tuurlijk hoop je natuurlijk direct een verpletterende indruk achter te laten. En dat heb ik ook geloof ik wel gemaakt op andere recensenten. Maar ik was daar, ik kan me voorstellen dat het zo werkt. Dus ik heb het zelf ook met de poëzie soms. Ja, het komt misschien inderdaad omdat omdat hij makkelijk leest, zeg maar. Je kan makkelijk over de rijkdom heen lezen wat dat betreft en doorlezen. En het verdient inderdaad dat je bij elk gedicht even pauzeert en de lagen tot je door laat dringen. Het is des te betekenisvoller, vind ik, in een bundel die veel gaat over toevalligheid en wetmatigheid. Deze bundel zo resoneert op zich. Er zijn resonanties uit het verleden, uit de jeugd, of op een later moment die op ons doorwerken, zeg maar, en op relaties doorwerken, op omgang doorwerken. En er zijn echo's die veel verder weg liggen, misschien zelfs wel voor onze tijd als mens. En die echo's liggen misschien in ons DNA opgeslagen. En er zijn echo's die misschien teruggaan tot de oerknal. En zeg maar een kosmisch besef in ons eigen kleine universum hebben vastgelegd. Des te betekenisvoller dus als die bundel op deze manier resoneert. Dat je hem bij tweede lezing pas echt heel erg goed gaat vinden. Want ik vind het nu inderdaad een prachtige betekenisvolle bundel. Maar het is niet iets wat je als dichter beoogt ongetwijfeld. Dat die zo werkt. Ja, ik weet niet eigenlijk of je iets beoogt. Misschien bij mijn tweede bundel, dat ik dan beter weet hoe het werkt. Ik heb geen idee, maar... Is dat zo? Misschien is het ook beter om het niet te weten van tevoren. En gewoon te schrijven. En zo ontstond die bundel ook een beetje. Ja, op een gegeven moment dacht ik, is het nu een bundel? Ja, al die gedichten gaan over iets anders. Maar toen bleek eigenlijk dat die thema's toch heel erg aan elkaar raken. Dat het eigenlijk... Het gaat over reizen, het gaat over... over het verleden, over heimwee, over de angst voor de dood misschien zelfs. En over brieven schrijven, over communicatie. Ik dacht, ja, al die onderwerpen zijn verschillend. Totdat ik besefte dat het eigenlijk allemaal gaat over het verlangen naar verbinding. En het opheffen van afstanden in tijd of in ruimte. De afstand tussen het ik en de ander. Tussen... vroeger en nu, tussen de ratio en het instinct, dat soort dingen. En toen werd het ineens een geheel en toen dacht ik, ja, nou is hij af. Hij is dus echt op een associatieve manier tot stand gekomen. Dus er was niet een plan van zo wil ik het gaan schrijven. Nee. En was er ooit een plan, zeg maar, als ik een bundel maak, dan moet het hierover gaan en... ben je daar misschien van afgeweken? Nee, ik heb nooit een plan gehad. Je hebt nooit een plan gehad? Nee. Okay. Nee, elke keer was er een... Zelfs voor per gedicht had ik geen plan eigenlijk. Nee. Nee, vrij associatief denk ik. En even terugkomen wat je zegt. Is dat zo dat een dichter nooit een effect beoogt? Oh, vast wel. Vast wel. Maar ik niet. Jij niet? Tenminste, nee. Ik weet ook niet of een gedicht dan, wat mij betreft, hè, misschien zijn er dichters die dat kunnen. Wat mij betreft zou een gedicht dan ook niet goed worden. Als ik van tevoren
denk, oh, dit ga ik ermee doen. Natuurlijk, er komt op een gegeven moment een fase waarin je gaat schuiven en schrappen, vooral schrappen. Mm-hmm. En opnieuw componeren. En dan probeer je natuurlijk je voor te stellen hoe het is om dat gedicht voor het eerst te lezen. En dan probeer je misschien wel het grootste effect te bereiken door die compositie, maar nooit tijdens het schrijven. Mm-hmm. Dat betekent wel dat mensen per definitie natuurlijk, maar op hele verschillende manieren je gedichten lezen. Ik kan me wel voorstellen dat je zegt, maar er is misschien wel per gedicht een kern waarvan ik hoop dat men dat eruit haalt. Of ja. Heb je er vrede mee als ieder echt helemaal zijn eigen interpretatie daar aangeeft? Nee, dat ben ik wel. Ik vind dat iedereen dat wel voor zichzelf moet bepalen, ja. Maar ik moet wel zeggen, er zijn wel gedichten waar de kern uiteindelijk uitgevallen is. Ik ben ook journalist en in de journalistiek is het belangrijk dat je lezer begrijpt waar het over gaat. Dus het is nogal uitgesponnen. Totaal anders dan poëzie, waarin er tussen de regels dingen gebeuren. Dus ik begin meestal met iets heel concreets, met een idee. En daar ga ik dan al zoekend, al schrijvend zoeken wat ik daar nu eigenlijk van denk of over wil schrijven. En uiteindelijk valt die kern eruit en blijft het gedicht over. Ja. Wat veel terugkomt in de bundel is het thema van vergankelijkheid. Je hebt ook een citaat van Lispector genomen aan het begin. Uiteindelijk gaat het over het zijn en niet zijn. Daar ben je nog niet heel erg oud. Ja. Maar ook, je bent niet ook een dicht van 23 die debuteert. Is dat een thema wat zeg maar altijd bij je hoorde? Of wat nu, zeg maar, naarmate je verder gaat in de volwassenheid, meer speelt? Nee, ik denk dat ik wel altijd al wel dat... ik hield al toen ik op de middelbare school zat bijvoorbeeld heel erg van Slauerhof en dat soort dichters die een beetje de melancholische kant, zeg maar. Dus daar ben ik eigenlijk altijd wel mee bezig geweest, ja. Met het afscheid dat ons boven het hoofd hangt, eigenlijk. Niet eens van het eigen leven, maar ook van mensen om je heen en ja, de kwetsbaarheid daarin. Want is vergankelijkheid gekoppeld aan melancholie? Kijk, als lezer vind ik dat moeilijk te onderscheiden. De gedichten zijn wat dat betreft heel verschillend, ja. qua atmosfeer. Hoort dat voor jou erbij? Melancholie bij vergankelijkheid of? Ja, het hoort er wel bij, maar het is ook licht natuurlijk. Het moet ook licht blijven. Het is ook leuk om te leven. En, dus ja, er zit ook veel humor in, denk ik. Misschien niet heel nadrukkelijk, maar er zit wel... Er zit zeker humor in, ja. Ja. Je hebt een gedicht, Feest, over een wiskundeleraar die... dat gaat ook weer eigenlijk over toevalligheid en wetmatigheid. Zegt van, ja, maar goed, als jouw grootvader niet dit had gedaan, of onder die boom niet was doorgelopen, of etsvoort, jouw grootmoeder niet dit had, dan... De kans dat je er bent is eigenlijk maar zo enorm klein. Maar je bent er toch. Ja. Het is op de ene manier een zit er humor in dat gedicht, waar jullie op laatst allemaal gaan feestvieren. En tegelijkertijd zit er natuurlijk een soort rare, diepere gedachte aan, van wel en niet zijn. Wat dat betreft, hoe ervaar je de menselijke constellatie wat dat betreft? Nou, is het niet een enorm moeilijk ding inderdaad om er te zijn en niet te zijn. Om je daartoe te verhouden, ja. Tot de vergankelijkheid. Ja, zeker. Ja, het is natuurlijk, dat is het. Het is gewoon heel toevallig allemaal. En tegelijkertijd is het alles wat er is. En moet je doen met het leven wat je hebt. Maar het is wonderlijk dat we er zijn. Ja. En sowieso is het leven wonderlijk. Dus ja, daarom heet het ook feest, dat gedicht. Uiteindelijk wel. Uiteindelijk is het wel een feest, ja. En vind je... voor mij is het ook niet, de melancholisch is ook niet, vind ik ook niet zo erg. Het is ergens wel een mooie staat van zijn, vind ik. Het houden van het leven hoort er ook bij, vind ik, bij die emotie.
uiteindelijk heet de bundel Waar we dieren. We hadden het er al even over, maar gaat de bundel ook weer helemaal niet over dieren natuurlijk, maar gaat de bundel over inderdaad de mens en de menselijke staat. Maar het gedicht zelf, ook het titelgedicht Waar we dieren, zegt eigenlijk, ja, als we dieren waren, dan was alles een stuk organischer, dan waren wij allemaal meer onszelf, dan zouden we ons makkelijker tot elkaar verhouden. Ja. Is dat ook niet een soort ideaal beeld wat wij nu van dieren aan het maken zijn in deze tijd? Ja, ik weet niet of het ideaal is. Ik denk dat het gewoon een feit is dat wij dieren zijn, zelf. We zijn mensen. En dus wat ik mooi vind aan dieren, of eigenlijk, het verschil tussen mensen en dieren is dat wij een ratio hebben en dieren niet. En dat dieren dus gewoon zijn en niet geluk nastreven. Ook geen, ze hoeven niet enorm te zoeken naar geluk, wat wij wel doen. En valt dat te prefereren, denk je, boven de... Ik denk het wel, ik denk het wel. Het is een soort van opperste staat van zenheid, denk ik. Ja, dat is waar. Maar goed, ze schrijven ook niet deze bundels dan natuurlijk. Nee, dat is waar. Ze hebben geen idee van het... Nou, ze hebben misschien wel een idee van... Ze zullen iets van identiteit hebben, maar die kunnen ze niet formuleren natuurlijk. Nee, ze hebben geen zelfbewustzijn. Dus ze weten niet dat ze zijn. Ze zijn gewoon. Dat vind ik af en toe wel jaloersmakend. Zie je daar nog een ontwikkeling in? Zouden we een beetje op een gegeven moment onze menselijke en onze animale kanten zodanig kunnen combineren dat we en gelukkiger en rationeel zijn? Geloof je in de vooruitgang? Ik hoop het. Goed. Je gaat nog voordragen uit deze bundel of ben je misschien al met een nieuwe bundel bezig intussen? Ja, natuurlijk. Ik ben dicht door natuurlijk. Wat je wil. Ja, ik kan ook een nieuw gedicht doen wat nieuwer is dan wat in deze bundel staat. Als dat er al aankomt, dan is dat misschien wel heel mooi. Dat was nog een beetje eigenlijk mijn vraag toen ik hem las en dacht van... Volgens mij is dat een heel mooi... kijk, je hebt dichters die soms een geweldig ei leggen. En dan komt er misschien ook wel niks meer. Dan is dat een geweldig ei wat is gelegd als een ei van Fabergé. En daar kunnen we naar blijven kijken. En dat is ook mooi. En ik dacht, dit zou best eens zo'n ei kunnen zijn. Maar het is natuurlijk nog mooier als er nog meer eieren gelegd worden. En dat gaat dus wel gebeuren. Dus dat vind ik erg hoopvol. Doe vooral een nieuw gedicht dan. Ja. Oké. Okay. Hiermee afsluitend. Dat ga ik dan uit mijn hoofd doen en hopen dat het goed gaat in één keer. Oké. Het heet Er gaan verhalen. Er gaan verhalen dat we dachten voor altijd één te zijn. Muurvast vertrouwend op het blok dat we vormden, tot plots een ondergronds rommelen klonk. Een klap. Iets brak. Sindsdien zijn we op pad. Er gaan verhalen dat we langzaam leefden, zo loom dat rondom alles stormde. We zagen hoe bomen zich hees en hortend zingend uit de aarde wrongen. Overal was alles haast, maar wij zo traag dat we niet merkten dat diep in ons het scheuren was begonnen. Er gaan verhalen dat we nu eens groot dan weer behoedzaam leefden, als damschijven, altijd naar voren bewegend. Dat we eigenlijk kevers waren die zich bij dreiging als stenen voordeden, de vleugels onder hun panzer vergaten, om zo voor altijd stenen te blijven. Ze zeggen dat we barsten van verlangen om iets achter te laten. Iets dat ons zou overleven. Het begin van een bergpad misschien. Een gele plek in het gras. Een kuil van waaruit je de hemel kunt zien. Kringen in een vijver. Mooi. Dankjewel. Dank je. Dorien Dijkhuis met, ik kan het niet genoeg benadrukken, een
betekenisvolle, belangrijke bundel volgens mij, Waar we dier. Ik geef je graag als cadeautje mee De Weerwolf als schrijver van Eva Meijer. Oh. Voor de dichter van Waar we dier, even associatief als jouw bundel zelf. Dankjewel. Als tenslotte van deze woordnacht rondom de wolf. En we hopen jou terug te zien in een volgende editie met een volgende bundel wat mij betreft. Ik hoop het ook. Succes daarmee alvast. Dankjewel.